Meneer Beerlaert, goedemiddag. Een nieuw project Gezond Scoort hier op Aghent. We starten vandaag inderdaad met een nieuw traject Gezond Scoort voor kinderen van het instituut Bert Carlier. Zij starten vandaag een project waarin zij beloven dat zij de volgende maanden gezonder gaan leven. Een gezonde leefstijl hanteren. Wat meer bewegen, water drinken in plaats van Red Bull en ga zo maar door. En zij zijn daarvoor vandaag ontvangen op de club waar zij een aantal oefeningen hebben gedaan. Een aantal sportoefeningen en waar zij samen met spelers een contract hebben getekend. Wat hebben die spelers daar als voorbeeldfunctie in? Spelers zijn belangrijk voor de kinderen. Spelers zijn topsporters die zelf gezond moeten leven, die daar zelf ook heel veel aandacht voor hebben. En zij zijn voorbeelden voor de kinderen. Wat is voetbal in de stad? Voetbal in de stad is de communitywerking van Aghent en de organisatie van maatschappelijke projecten. Specifiek voor kansengroepen is een van de pijlers van de werking. Kunt je enkele projecten noemen? Er is Gezond Scoort, hè, rond gezonde voeding en gezonde leefstijl. Er zijn de Buffalo Bustles, psychiatrische patiënten die in het kader van een arbeidszorgtraject aan de slag zijn binnen de club. Er is Playing for Success, begeleiding van kinderen met leermoeilijkheden op woensdagnamiddag op de club. Dat zijn drie voorbeelden van dergelijke projecten. U wordt hier vandaag ondersteund? Ja, we krijgen vandaag de steun van de jonge gasten van Extra Time. Extra Time, ook een van de community projecten van Aghent. Christophe, goedemiddag van Extra Time. Wat houdt Extra Time in? Extra Time is een project van het OCMW van Gent, van de emancipatorische werking. Wij richten ons op jongeren, 18 tot 25 jaar. En wij brengen hen via verschillende activiteiten eigenlijk competenties bij die nodig zijn om aan het werk te gaan of een opleiding te kunnen volgen nadien. Waarom doen jullie mee aan voetbal in de stad? Omdat we het belangrijk vinden dat onze jongeren heel gezond leven, zowel op school als buitenschool. Dus ik denk dat deze plaats eigenlijk een unieke plaats is voor hen om daar op die manier kennis mee te maken. Wat vinden jullie van deze sessie? Iedereen vond het superleuk. Zelfs van degenen waarvan we verwachten dat ze het eigenlijk saai zouden vinden, vonden het eigenlijk allemaal superleuk. Dus ik denk dat ze er zin in hebben om alles te geven en om gezond bezig te zijn dit jaar op school. I'm not looking for love, 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 love.